goedemorgen. Even een heel klein oefeneertje in spirituele filosofie of verbeeldingskracht. Okay. We denken dat we de wereld zien zoals die is. We denken dat we door onze ogen zijn de lenzen van een camera en wat we om ons heen zien is de werkelijkheid. Dat is gewoon zoals het is. Het waar heeft niks met onze voorkeur te maken. We zien zoals het is. We zien de feitelijke wereld. Maar laat ik een voorbeeld geven. Een heel simpel voorbeeld. Om te laten zien hoe dat anders is. En we denken. Stel je een stoel voor. Een stoel. Een houten stoel. Een witte stoel. Wat mij betreft vier poten. De geleuning. Staat voor je. Je denkt, oké, een stoel is een stoel. Daar is niet zoveel aan te beleven. Die zie ik ook echt. Maar wat als je weet dat die stoel van een oma is geweest. Waar je ontzettend veel van hield. Een oma die overleden is. Die altijd op die stoel zat te breien. Dan raak je misschien ontroerd door die stoel. Het is een stoel. Vier poten en een rugleuning. Je raakt ontroerd door die stoel, denk je. Stel dat in een ander geval dat je ooit bent gestraft op die stoel. Toen je jong was moest je altijd op die stoel zitten als je iets deed wat niet gewaardeerd werd. En daar moest je dan zo'n 3, 4, 5, 6 uur zitten, heel ongemakkelijk op die stoel. Dan voel je misschien pijn als je naar die stoel kijkt. Dat is de stoel van pijn. Eerst is het de stoel van oma, ontroerend. In het andere geval is het de stoel van pijn. Stel dat je meubelmaker bent en het is de eerste stoel die je ooit hebt gemaakt en het is de stoel waarmee je geslaagd bent voor je meubelmakersexamen. Het is een stoel waar je trots op bent. Het is een stoel met een verleden. Dat is wat je ziet als je naar die stoel kijkt. Maar in alle gevallen is het alleen maar een stoel. De ontroerende stoel, de pijnlijke stoel, de trotse stoel, het staat in je hoofd. De laag die je over de stoel heen plakt. Maar je denkt dat je het in die stoel ziet. Je ziet je oma in gedachten zitten. Je ziet jezelf in pijn zitten. Je ziet jezelf met een diploma. Al die symboliek, alles wat we ervaren over de wereld, al die inhoud die we geven aan de dingen die we zien, gebeurt alleen maar in ons hoofd. Een stoel is een stoel. De rest is verbeelding. Fijne dag.